Nou, dan hebben we nog Jonathan de Geus en uh, die uh, ha, heeft het over het, het veiligste vervoersmiddel. Daar had hij wat opmerkingen over, daar hebben we het de vorige keer over gehad. Omdat ja, je zei, het vliegtuig. Ja, je zei, maar je zei je kunt beter het vliegtuig pakken, want als je naar Schiphol rijdt is de kans veel groter in de auto dat er iets ik gebeurt. Ik geloof wel dat dat statistisch zo is. Ja. Hij uh, betwijfelt dat, begrijp ik. Ja, hij zegt het antwoord op de vraag dat hangt ervan af of je kijkt naar de veiligheid per gereisde afstand, dus de veiligheid per meter, dan wel naar de veiligheid ja, per gereisde Ja, hij per ziet het e groot gelijk in omdat het vliegtuig dan altijd goed scoort. Want ja, wat je ook doet, het is, gaat altijd om honderden kilometers. Hè. Je gaat niet voor 45 kilometer een vluchtje maken. Dat, ja. is, dat begrijp ik ook wel. Maar er zijn volgens mij wel tabellen waarin, waarin je dat kunt berekenen. Hoe groot je kans is. Want je kunt eigenlijk dan maar beter een tijdssysteem uh, bouwen. Hoe lang zit je erin? Ja. Je kunt ook zeggen, mensen zitten altijd nog weer veel vaker in auto's dan in vliegtuigen, dus misschien nog loopt Maar goed, ik, ik, ik geef het voor beter. Uh. Maar hij heeft toch een alternatief uh, wat het veiligste is? Hij zegt oh, een motorfiets waarschijnlijk. Nee, het, hij zegt onbetwist het allerveiligste vervoersmiddel voor mensen is de lift. Oh, nou, dat, nou is dat wel fijn die, met de lift, maar... De kans dat je natuurlijk instapt op de eerste verdieping en dan zegt: Ik wil graag naar Almelo. Terwijl je eigenlijk in Rotterdam bent, dan heb je niet zoveel aan een lift natuurlijk. Dus het is eh? niet echt een vervoersmiddel. Nee, dat zou ik niet kunnen zeggen. Oké. Okay. heeft dan ook nog, als we dan verder kijken, zegt hij: Dan is de trein het veiligste vervoersmiddel per gereisde minuut en het vliegtuig per meter. Per gereisde meter dus. Nou, ik denk dat die, ja, hij heeft het uitgerekend heeft of, of heeft een plek geraadpleegd waar iemand het uitgerekend heeft. Dat vind ik best. Maar eh, het maakt mij niet zo verschrikkelijk veel uit. Kijk, bij de auto kun je zeggen: er zijn automobilisten waarbij het een wonder is dat ze überhaupt nog in leven zijn. <laughs> en er zijn autom Kijk, als je nooit harder rijdt dan 100. En je houdt je aan alle regels. En je zit altijd met de gordel om. Je hebt een auto die voorzien is van de meest fantastische veiligheidskooien en andere systemen dan. Eh, Zul je ook in de auto eigenlijk heel veilig getransporteerd kunnen worden? Als je natuurlijk rijd, dat is een gek. Ja, dan neemt het hoeveelheid risico. Die neemt echt exponentieel toe. Tommy Kleinkomt uit Rotterdam. Die weet te melden dat er nog een Concorde in New York staat. Ja, er schijnen van alle con gebouwde Concordes ik weet niet wie dat zei er eh, schijnt er eigenlijk maar één echt eh, tot schroot verwerkt te zijn. En alle anderen hebben nog een soort plaatsje in een. Vliegtuigmuseum. Precies. Gevonden. Dit, hij staat in New York op een vliegtuigschip dat is als luchtvaartmuseum is ingericht. Kijk. En hij zegt, uh, daar staan ook nog Concorde's uh, bij Space Shuttle Enterprise en Blackbird. Dat weet hij te melden. Oh. Dus, uh, nou, dat zijn er nog even. Maar ja, zo'n vliegtuigmuseum is al raar. Dus Ik heb geloof ik als reclame gemaakt voor Duxford. Dat is een groot militair vliegtuigmuseum in Engeland. Ik zeg een uurtje rijden ten noorden van Londen, als ik het wel heb. Ga daar vooral, mocht u in de buurt zijn, ga vooral kijken. Dan had jij ook nog een vraag over die Zeppelin. In welke film het was? Dat was uh, in Diana Jones. Oh. Daar zit een, een Zeppelin in, in ieder geval. Um, en jij dacht dat het een James Bond-achtige film was, dat zei je toen ook. Maar Bernard Zwijzen die zegt: nee, dit is uh, die film dus waar dat in zit. Oké. Okay. Dus dan weten we dat bij deze ook. Um, oh, dit is nog over de Concorde. Over de Concorde weet ik dat er keldermessen van gemaakt zijn. <laughs> Waarom keldermessen? Ja. Heb je ook zoldermessen? Ja, Arjan zegt dat. Heb je ook, er zijn dus messen die, laten we zeggen, afhankelijk van de verdieping waar je je bevindt, gebruikt kunnen worden. Ik zou het niet weten. He, dat je, dus, je zit in de woonkamer, iemand geeft je messen. Nee, wacht nog even, zijn keldermes. Dus dat eh, ik wil ik wel een woonkamermes hebben. Kan Maarten dus uitleggen dat de oude traditionele, zeg maar, origineel liberalisme heel iets anders is dan de marktwerking en het geklets van Rutte en zijn VVD? Dat beide haak staan op elkaar. Pieter Kort van der Linde en Willem Treup draaien zich rond in hun graf. Dankjewel voor de luisteruren, zegt Mark de Kok. Nou, daar hebben ze wel gelijk in. Daar kunnen we wel eens aandacht aan besteden. Laat maar zeggen dat je dat, dat probleem begint al bij Adam Smith. Die natuurlijk in alle opzichten een beetje de uitvinder is van het moderne liberalisme. Maar bij Adam Smith is het een hele sterke morele component. Het moet wel fatsoenlijk toegaan. En, en, en zelfs bij die... Bij die uh, Ontzettend conservatieve neoliberalen, hoe heet die, Oostenrijker nou ook weer. Je hebt Friedman en hmm. een andere Nobelprijswinnaar op dit terrein, die, had, die was ook een voorstander van een verzorgingsstaat. Het is allemaal heel aardig die, die markt, maar het moet wel fatsoenlijk toegaan. En dat is wat vaak bij allerlei neoliberale beleidsvoornemens afwezig is. Ja. Al moet je natuurlijk zeggen dat in Nederland is er veel schade aangericht aan de verzorgingsstaat. Maar we hebben nog steeds natuurlijk een heel redelijk systeem van sociale verzekeringen. Wat vindt Maarten van Albert Plesman en de rol die hij speelde bij de start van commerciële vluchten in Nederland? Nou ja, dat, kijk, iemand moet de eerste zijn. Dat was Albert Plesman, dat was zo'n nationale held. Net als Antonie Fokker en, en de gebroeders van Doorn. En nou ja, wat hebben we al niet op dit terrein? Eh, dat zijn de lieden die, laten we zeggen, excelleren in de vroege fases van de, van de industrialisering. Nou ja, wanneer beginnen de eerste. Het, ik geloof ook dat de KLM de eerste vliegtuigmaatschappij is die, die mensen ging vervoeren. Dat zou best kunnen. Nou, waar zit je dan ergens in de jaren twintig? Eh, voor die tijd kon je één persoon meenemen, maar, maar niet veel meer. Nou, we hebben eigenlijk die aanloop, die hebben we niet gedaan. Fokker is ooit een heel succesvolle bouwer geweest van passagierstoestellen. Maar die hingen nog aan elkaar van. Met name, dus de bekleding was nog een soort van stof van. En daar is er toen een van ongelukt of zo. En toen is dat eigenlijk plots vrij snel is dat afgelopen. ja.